Ja, ik denk dat we allemaal uh, de tranen moeten wegslikken ja. bij deze beelden. En u was daar vandaag aanwezig. Uh, ik kan me voorstellen dat het heel indrukwekkend was. Het was heel bijzonder. Het was indrukwekkend. Maar het was ook heel emotioneel. En uh, zowel zijn zoon als zijn dochter als anderen... die hebben daar hele mooie speeches gehouden. En iemand die daar geweest is... Die weet nu, en vooral door de persoonlijke gesprekken, hoe Peter R. de Vries als mens was. Kijk, de meeste mensen kennen hem van het beeld, van de televisie. Maar hier kwam echt de mens naar voren als je het verhaal hoort van zijn zoon. Hoe hij met zijn zoon omging, al van hele jonge leeftijd. Naar het voetbal. Later samen altijd naar Ajax. Ze gingen samen gingen eens op vakantie. Het was eigenlijk een vader. Zo'n verhouding. Zoals iedereen dat heel graag zou willen. Ze zijn later natuurlijk ook nog samen een bedrijf begonnen. Ja. Hij was veel meer dan een vader. Hij was toch ook, ook zijn beste vriend. Volgens mij heeft hij dat ook gezegd. Ja, uh, dat zei hij ook. Het, was gewoon, het waren twee vrienden met elkaar. Dat zag je ook. Als ze ook in het buitenland waren, waar ze natuurlijk samen ook heel veel geweest zijn, dan zag je heel duidelijk. Ja, het waren natuurlijk vader en zoon, maar je zou ook best kunnen zeggen... het zijn twee hele goede vrienden die samen op vakantie zijn gegaan. Die samen heel veel hebben beleefd. Samen heel veel hebben gesproken, maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En uh, ik denk ook, en dat hoorde ik ook al uit de gesprekken en uit de toespraken van hem... dat ook echt, hij heeft heel veel ook geleerd van zijn vader. Ja. Nou hoort dat natuurlijk ook wel zo, dat een, een, een vader op die wijze... maar ik denk dat heel veel mensen die dat gezien hebben... Dat die denken, dat is eigenlijk zoals het altijd zou moeten zijn. En zijn dochter Kelly, die woonde natuurlijk de laatste jaren in het buitenland, die werkte daar voor, voor goede doelen. Ja. Um, wat vertelde zij over de band? Hoe, hoe, hoe was die band, die lange afstandsband die zij ja, hadden? Het was wel een afstandsband, maar hij ging toch regelmatig ging hij naar haar toe. Hij heeft ook heel veel voor haar gedaan om geld binnen te halen voor die goede doelen waar zij mee bezig was. Uh, en het was ook zo, maar dat wist ik al van tevoren. Hij was enorm trots op zijn dochter. En vooral op datgene wat zij deed daar in het buitenland. Het is natuurlijk ook bijzonder als je naar een heel vreemd land gaat. En daar alleen maar bezig bent om andere mensen te helpen. In feite zou je kunnen zeggen dat zij wat haar vader in zich had: andere mensen helpen, dat bracht zij ook in de praktijk in het buitenland. Ja. Hm. En... Mooi. Ja, dat was eigenlijk ook heel, heel erg mooi om te horen, maar ook om te zien. Want het werd allemaal geladeerd met beelden. Zowel foto's als echt ook filmbeelden die je dan, eh, dan zag. En daartussendoor hele mooie muziek, wat echt er helemaal bij paste. En je zag het ook aan de mensen die daar in de zaal zaten... dat er toch heel veel mensen bij waren die echt eh, diverse malen even moesten slikken. En zeker op het moment dat, dat die toespraken waren... En in de toespraken. Ja, aan ene kant zo af en toe een keer een lach. Maar ook daarnaast toch ook een traan. Voor wat er allemaal was. En wat ik zelf eigenlijk het, uh, het meeste mij heeft aangegrepen. Is toch uiteindelijk het einde: het einde waarbij vrienden van hem, zijn zoon, zijn broer. de kist droeg, met de kist naar buiten ging. En. Op dat moment werd er geklapt. En heel hard geklapt. En er werd geklapt, nou, misschien wel een kwartier, misschien wel twintig minuten, ik weet het niet eens precies. Want de tijd ben je dan gewoon kwijt. Totdat de kist helemaal buiten was. Ja. Ja. En daarna bleven de mensen allemaal nog even een poosje zitten. En werden wij door uh, Carré uitgenodigd om ook nog een drankje te komen drinken buiten. Maar toen was Peter natuurlijk al met de auto weg. Ja. Ik hoorde van heel veel mensen dat ze de, de toespraak van zijn jongere broer uh, heel indrukwekkend vonden. Wat heeft hij verteld? Nou, van die jongere broer was gewoon hoe ze samen opgroeiden. Want daar zat natuurlijk heel veel in. Ook al dat Peter eigenlijk al op jonge leeftijd... toch een beetje een mannetje was... zoals hij uiteindelijk later als man is geworden. Het is echt hij wist dingen altijd wel wat beter. Misschien soms ook wat eigenwijs. Maar ze konden ook heel goed in het gezin op, uh, samen met elkaar omgaan. Het was niet alleen één broer die hij had... Ja, het meerdere broers. Ja. Dus het was ook een heel echt gezin met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd bij elkaar kwamen. Maar één keer per jaar. dan kwamen ze echt als broers weer bij elkaar. En er werd de, zeg maar alle problemen die er zo'n beetje in de wereld zijn. die werden dan besproken. En dan gingen ze weer uit elkaar. Dus ook als familie. ja, was het toch ook een echte familie, zou je kunnen zeggen. Wat mij zo opvalt. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dat je... De afgelopen twee weken hebben we natuurlijk heel veel gehoord van mensen die hè, heel dicht bij hem stonden. En wat ik iedere keer denk. Hoeveel uur had die man in een dag zitten? Yeah. Want yeah. hij had tijd om zijn zoon te bellen, om zijn dochter te bellen, om, zijn, om briefjes te schrijven voor zijn vriendin. Hij had tijd om nog even Boulevard te doen, s'avonds nog even naar op één. Hij, hij ging nog naar de sportwedstrijden. Ja. Zat ja. iedere week uh, 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 bij Ajax op de ja. tribune. Ja. Uh, maar had tegelijkertijd contact met al die mensen in het land, al die zaken, die lopende zaken nog. Nou ja, en daardoor misschien wel een terechte vraag. Hè? Het was iemand die uh, overal heel veel energie instopte. Nu is er die inzameling voor uh, de cold case van Tanja Groen. Uh, mensen hebben ook als eerbetoon aan Peter daar geld op gestort. Wie gaat er net zoveel energie in steken? Ik kan me best voorstellen dat mensen ook op een soort van ongerust zijn. Van, ja. Nou, of mensen ongerust zijn, weet ik niet. Alleen. Het is denk ik heel erg moeilijk om iemand te vinden die dezelfde ja. energie heeft. Maar dat niet alleen. Het allerbelangrijkste bij Peter is toch... dat wat hij heeft, omdat hij zo integer overkomt... hebben mensen vertrouwen erin. Ja. En dat is natuurlijk als je over goede doelen praat... of je praat over in dit geval waarbij geld beschikbaar wordt gesteld... om te hopen dat het meisje uiteindelijk gevonden wordt... voor de ouders natuurlijk heel erg mooi. Maar er zullen toch weer nieuwe mensen op staan... En misschien dat zijn zoon het doet, ik weet het niet. Maar Verwacht in elk geval af... gaan ze nu natuurlijk om de tafel zitten. Mensen, hoe gaan we dat nu verder doen? Want het is niet alleen het ene miljoen wat binnen is gekomen. Er is meer binnengekomen. En ik weet niet, het zou best kunnen zijn dat nu ook juist door de diensten die er geweest zijn, door de mensen die daar ter plaatse kwamen, die daar uh, gisteren al geweest zijn zou het best kunnen zijn dat er meer geld nog binnenkomt. Nou, ja. dat is prima, want dan hoeft het niet alleen om Tanja te gaan. Maar dan gaat het ook om anderen die eventueel nog weer gezocht worden... waarvan de ouders denken van... of andere ja. nabestaanden van... wij willen zo graag weten wat is nu gebeurd met mijn geliefde. En dat is natuurlijk uitermate belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat Peter dit heeft opgezet. Ik denk dat een ander... Ik geloof niet dat een ander dit gelukt was op deze wijze. Dan was er geen miljoen binnengekomen. Hm. Peter is een miljoen binnengekomen. En dat tekent ook mede. Aan de ene kant hoorde ik heel vaak: wat een arrogante man. Aan de andere kant hebben de mensen zoveel vertrouwen in, in, in hem dat ze weten als ze we het aan hem geven. En we vragen iets aan hem, dan weten we dat het gewoon goed zit. Ja. En dat is denk ik ook wat we nu gaan missen. We gaan missen een man die echt voor de mensen die in de problemen zitten, vooral mensen die ook een geliefde kwijt zijn, nou, je ziet wat hij in de achterliggende jaren heeft gedaan, de sprekers waren er ook, die man gaan, gaan ze gewoon missen. Er moet misschien weer een nieuwe opstaan. Maar wat ik ook heel belangrijk vind. Dit is ook een man die uiteindelijk, en helaas heeft hij dat met de dood moeten bekopen, die ook heeft laten zien dat onze samenleving niet veilig is. Dat heeft hij ook laten zien. Hij heeft ook justitie heeft hij aangepakt als het nodig was. De rechtelijke macht heeft hij aangepakt. Hij heeft de politie heeft hij aangepakt. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk dat je een man hebt. Hij kon er naartoe stappen. Ze luisterden naar hem. Ze waren misschien wel een beetje bang voor hem. En dat is toch belangrijk. Vind zo'n man maar eens weer terug ja. die dat in zich heeft... en zoals jullie ook al gezegd hebben, die zoveel uren wil besteden. Want wat ik hoorde vandaag ook in de toespraak... als je Peter belde, hij belde altijd terug. Ja. Al was het s'avonds laat en al was het midden in de nacht... maar Peter stond er en hij belde je terug. En dat is voor de mensen die hun geliefde kwijt zijn... zo'n verschrikkelijke troost geweest. Vandaar dat, ja, ik zeg ook... En zeker ook door de, gesprek, de de verhalen die ik vandaag heb gehoord. Een uniek mens is er niet meer. Ja. En helaas hebben we in onze samenleving te weinig van deze mensen. Wat sommigen misschien dan van zeggen, wat ik net al aangaf. Wat een arrogante man. Maar iedereen wist ook: je komt bij hem terecht. Ja. Wat gaat en u persoonlijk het meeste missen van Peter? Uh, ja, wat ik persoonlijk echt mis, maar dat heeft weer een beetje te maken met mijn achtergrond, wat ik gewoon mis, is iemand die weer op de barricade gaat voor mensen, die op de barricade gaat om de criminaliteit in elk geval wat minder te laten worden, die justitie aanpakt, die de politie aanpakt, die de rechtelijke macht aanpakt. Dat ga je gewoon missen. Ik schrijf zelf regelmatig op Facebook. Ik schrijf ook over die, die dingen die jij hebt. Maar ik kan mij niet meten met een man als Peter de Vries. die zo groot is geworden. Maar dat is gewoon door de wijze waarop hij opereert. Als er iemand in die schoenen zou moeten stappen. wie zou dat dan in Nederland, wat u betreft. kunnen zijn? Nou, als ik er naar kijk. ik weet niet wat zijn zoon doet. Als ik naar zijn zoon kijk. dan zie ik Peter. Ook qua uiterlijk, maar als ik naar zijn zoon kijk. Maar het is de vraag of die zoon dat wil. Maar hebben we enige aanleiding om te denken dat hij dat misschien zou willen? Hij is natuurlijk advocaat, hè? is wel uh, grootgebracht door zijn vader, ja. dus heeft ook diezelfde, hetzelfde moraal misschien. Ja. Maar is er reden om te denken dat hij hetzelfde zou gaan doen als zijn vader? Ik, dat weet ik niet. Ik, die, zijn zoon ken ik niet zo goed. Ik ben wel een keer op kantoor geweest en hij er ook was. Maar zijn zoon ken ik niet zo goed dat ik nu zou kunnen zeggen dat hij dat zou willen. En in feite moet hij dat ook uiteraard zelf willen. En we zullen zien. Eerst moet nu het verdriet verwerkt worden, want daar gaat het nu om. En dan zullen ze ook gaan kijken. Nou, we hadden het al over het geld. Wat doe je met het geld? Dat wordt allemaal natuurlijk bekeken. En ik weet zeker dat ze in de voetsporen van hem het geld zullen besteden. Ja. Zoals het ook door de mensen is gegeven. Ik hoorde heel veel mensen die vandaag naar buiten kwamen na afloop van de dienst. Zeg ik, ik heb Peter. Veel beter leren kennen dankzij al deze prachtige sprekers en de mooie speeches die er zijn gehouden. Wat wist u nog niet van hem wat u vanavond heeft, vanochtend nou, heeft gehoord? Ik, ik wist van Peter natuurlijk heel veel in de periode dat ik politiewoordvoerder was. En zeker in die beginfase ook. De Heineken-ontvoering was de eerste keer dat ik hem ontmoette. Uh, maar daarna heeft hij zijn programma gehad. En ik heb heel veel in zijn programma gezeten. Want als Peter bij me kwam, dan zei ik altijd. Oké, okay, ik ga je helpen daar waar nodig is. Omdat ik wist afspraken met Peter waren voor, 100, nee, voor 200% waren afspraken. En dat is natuurlijk belangrijk als je ook informatie verschaft aan iemand van buiten de politie. Dus ja. dat was wel heel belangrijk. Ik heb hem meegemaakt toen wij samen met Jan Nagel bij hem zijn geweest om hem te vragen: Wil jij de lijsttrekker worden van de politieke partij? Nou, daar moest hij wel over nadenken. Uiteindelijk heeft hij ja gezegd. Dat is, vind ik zelf, een hele mooie periode geweest. Omdat wij hadden, echt een icoon hadden we als lijsttrekker voor de politieke partijen. Ik denk dat het heel groot was geworden. Alleen, ja, dan ken je Peter ook weer. Peter die zegt gewoon, als ik zeg 40%, dan is het ja. geen 38%. Nee. Nee. Dus uiteindelijk op een paar procent na... Hij hield woord. Hij, ja. hij hield gewoon woord. Maar ik denk dat we heel groot waren geworden. Of hij het had gered in de politiek... Dat weet ik niet. Ik heb ook Pim Fortuyn heb ik meegemaakt. Daar heb ik zelfs een programma meegemaakt. Ook Pim Fortuyn was natuurlijk ook iemand die heel uitgesproken was. Die ook durfde zeggen waar het op stond. En nu zeggen een heleboel mensen het hem na, bijna. Maar of Pim Fortuyn het had gered in de politiek... in, zoals ik het nu noem, in die slangenkuil in Den Haag... ik betwijfel het. En of Peter het had gered of hij daar niet gillend was weggelopen... van als hij daar tussen zit... En je ziet hoe het daar gaat. Ja. Dat zien we op dit moment zien we hoe gaat het nu in Den Haag. Als je er naar kijkt, dan krijg je bijna tranen in je ogen, dan denk je, hoe kan dat toch? Van dat al, het mensen... al dat gekonkel, dat was toch helemaal niks voor hem geweest. Het is toch daarom veel terecht recht. door zee. Ja. Ik wil daarom, heel even terug naar de uitvaart ook, van vandaag, sorry. Ja, ja. Daarom, daarom denk ik ook dat hij missie gillend was weg. Hij was daar heel ongelukkig ja. geworden waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou, we zullen het helaas nooit weten. Nee.